Als het druipt op het dressoir, iedereen is prikkelbaar. Het begin van blijde tijden. Gezucht, gevloek en niemand zingt. De boom valt uit, de kerstjurk wringt. En de sfeer is om te snijden. Het streven is huiselijke vrede. En in de mensen een welbehagen. Maar wie houdt dat in vredesnaam vol? Ruim 2 dagen. Verwacht niet meer dan dat, iets simpels dat je bijblijft voor altijd. Een onverwacht cadeau, een wandeling door de stad, een glimlach bij de nachtmis of het ontbijt. En laat de rest van de uren maar opgaan aan chaos, of het menig tijdverdrijf van het wachten op zijn eeuw. Op de roes, op vervulling of iets anders dat toch niet blijft. Geluk dat vang je niet, dus waarom zou je je vertillen aan een onmogelijke idylle ieder jaar? Het is genoeg, echt waar, die paar seconden. Wat namen op een kaart. Gefluister in de keuken, wat regels uit een lied. Het samen staren naar de open haard. En laat de meesten daarna weer hun leven hervatten. Cynisch en gehaast en bang, terwijl een enkeling trouw iets bewaart dat voorbij ging, maar kan troosten. Deze februari dagen zijn heel wat beter te verdragen en te doen. Met af en toe die fonkeling, de droom of de herinnering van straks of toen. Die paar seconden.